met je aandacht naar je handen. Daar gaan we. Maak vuisten. Kom op, je staat stevig nu. Maak vuisten. Span aan. Maak vuisten. Maak vuisten. Kom op, span aan. En kom op, het gaat om die kracht. Hè. Kom op, voel eens wat de kracht we hebben. Maak vuisten. En los. Het belang van de bewegingstherapie is... ja, de meeste mensen zijn hier niet alleen maar met psychische of lichamelijke klachten. Het is vaak een combinatie van, omdat ze ja, met psychische problemen te kampen hebben. Dat het ook weer zijn weerslag heeft op hun lichamelijk functioneren. Ja, waardoor ze dus weinig de deur uitkomen of alleen maar met anderen de deur uitgaan. En dat is eigenlijk een beetje wat we oefenen hierdoor. Dus goed met jezelf in contact te komen. Dat je leert bij je kracht te komen. Dat je dat zelf hebt. En dat je met die kracht ook zelf een heleboel dingen kunt doen. Mag jij naar die kant gaan? Dan sta ik even aan deze kant. Dan ga ik op mijn knieën. Ja. Hoe wil je dat doen, Moekje? En nou is het de bedoeling dat je weer overeind komt. Kan ik dat op mijn eigen manier proberen? Ik weet het niet. Heb je hulp nodig? Nou, ja, gaat dat goed? Oké, nu doen we het anders. Ja. Hier. En we gaan nu overeind. En dan mag jij zeggen wat prettiger was. Nou, met een beetje hulp vind ik het prettiger als alleen in de hoogte komen. Hartstikke goed. Ja. Als ze dus bezig zijn in de oefenopdracht, zie je heel vaak dat ze over hun grenzen gaan. En als je over je grenzen gaat, en dat geldt zowel voor hier op de bewegingstherapie, dat ze dan thuis ook vaak over hun grenzen gaan en dan geen reserve meer overhouden. En als je zonder reserve bent, dan kan je dat ook niet meer aanspreken op een moment dat je het heel hard nodig zou kunnen hebben. Welke werkvormen gebruik je daarbij? We doen dat heel vaak met de oefening lopen door de ruimte en wat kriskras lopen door de ruimte met een laag tempo naar hoog tempo en dan weer op je eigen tempo uitkomen. Zo van dit voelt prettig. Als ik zo beweeg en zo loop en ook mijn dag doorbreng, mijn energie verdeel over die dag, dan voelt het prettig en dan zal ik zeker reserve overhouden. Wat ik zie in jouw manier van werken, wat ik heb gezien, is dat je respect hebt voor de vrouwen, dat je ze een keuze laat, maar dat je ze ook uitdaagt. Ja. En dat laatste, die uitdaging, dat doe ik omdat ze dat zelf niet weten, dat ze die kracht bezitten. Daarom daag ik hun uit. En door dat te oefenen, merk je dat ze er zelf ook achter komen, dat ze dat bezitten. Ze zijn soms heel erg verbaasd en ook heel erg blij. En wat er dan gebeurt, is dat als ze thuiskomen, dat er heel vaak gezegd wordt, dat kan jij toch niet, dat hebben ze heel lang gehoord, dat kan jij toch niet, dat kan jij toch niet. En dat speelt door hun hoofd. En dat ze dan iets geleerd hebben om wel op een bepaalde manier bij hun kracht te komen. En om dat thuis ook ja, te gebruiken. Nee, ja. De bedoeling is dat we bezig gaan met het thema vriendschap. En bij vriendschap ja, vinden wij dat hoort contact, er hoort samenwerking, er hoort vertrouwen, er hoort dingen samen doen, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen. In het programma wat nu komen gaat zijn een aantal onderdelen, vooral fysieke onderdelen die op een ervaringsgerichte manier laten blijken wat het allemaal inhoudt. Nou, onze opzet was om vriendschap als thema te nemen, omdat dat omdat daarmee eigenlijk een beetje het netwerk van de mannen duidelijk wordt. Dus ook van hoe staan ze in contact tot vrienden. Met name het aspect vrienden hebben of vrienden niet hebben. Wat dat heel erg nauw samenhangt met hoe geïsoleerd sta je als man.
En we hebben in het programma heel erg fysiek met name de mannen laten ervaren. Aan de lijve, zou ik maar zeggen, door bepaalde oefeningen te doen om te ontdekken wat vertrouwen inhoudt, vertrouwen geven. Oefeningen waarin leiding genomen wordt, waarin je moet leren volgen. Samenwerking met elkaar. Dus aspecten die ons inziens, mijn inziens, in ieder geval bij vriendschap horen. Dus vertrouwen, samenwerking. Toch ook om aspecten om een relatie aan te gaan. En ook een oefening waarin de mannen dus in een sociaal atoom staan. En op een gegeven moment aan de lijve ervaren om te voelen wat het is om een vriend te hebben of niet een vriend te hebben. Dus dat hebben we geïllustreerd in een open duin. Waarin één man in een cirkel staat en de groepsleden die kunnen dan gebruikt worden als figurant, zou ik maar zeggen. Om die symbolisch voor jouw vriend neer te zetten. Als rolmodel, zou ik maar zeggen. En dan werd daarmee heel sterk uitgedrukt van hey, wie staat dichtbij je en wie staat ver van je af. Hoe ervaar je dat? Wil je dat veranderen of vind je het prima zo? Dus isolement doorbreken is eigenlijk gewoon al in de groep zijn. Gewoon met elkaar in gesprek zijn. Dus eigenlijk gewoon ook, ook een rode draad eigenlijk in de hele cursus. Gewoon om te zeggen, je bent niet de enige. Je herkent dingen bij een ander. Hoe is het voor jou? En dat alleen al met die vraag bezig zijn geeft direct antwoord van hey, ik ben niet de enige die zo in elkaar zit. Er zijn nog op zijn minst 10 andere mannen of 9 andere mannen die ook zo daarmee worstelen.